Op 4 februari sloot Ketnet de week tegen pesten af met de move tegen pesten. Kinderen uit alle Vlaamse provincies brulden mee. Spannend, spannend. Ik zie al 6 cijfers, maar hoeveel zijn het er? Oh my god! 324.314! Het voelt echt fantastisch dat 324.314 deelnemers hebben deelgenomen aan de move tegen pesten. Echt waar, mijn dag kan niet meer stuk. Waanzinnig getal, echt waanzinnig. Op 2 februari vond de 12e dag van de cultuureducatie plaats. 600 leerkrachten, begeleiders en beleidsmakers uit de cultuur, jeugd- en onderwijssector verzamelden in de Gentse Vooruit om naar verschillende experten te luisteren en workshops te volgen. Als kers op de taart benadrukten ministers van Cultuur en Onderwijs Sven Gats en Hilde Krevits nogmaals het belang van cultuur en onderwijs. In februari reisde het Jeugdfilmfestival weer door Vlaanderen. Jaarlijks stonden zij de nieuwste kortfilms voor en door jongeren gemaakt. Ook de kortfilm van Rune, waar een Mediaraven aan meewerkte, ging er in première. Dagen zonder vlees. Dat is 40 dagen lang geen vlees eten. Maar wat heb je dan als alternatief? Wij testen vandaag de veggieburger. De campagne Dagen zonder vlees ging op 10 februari van start. De opzet van de campagne is simpel. 40 dagen lang minder vlees eten en dat met zoveel mogelijk mensen. Heerlijk. Ik ben nogal een kompte persoon, dus voor mij moet er wat pak aan zijn. Lange benen, een beetje gebruind. Redelijk mager, dus zo maatje 36 ongeveer. Zoiets ongeveer, denk ik. Het mijne natuurlijk. Gespierd, maar niet te. En kun je gewoon zo een beetje bruin, niet zo bleek. Ik vind die palmboom super irritant hier. Mijn nagels vooral. Ik heb redelijk mannelijke nagels, alleen persoonlijk. En voor de rest, ja, misschien 2 kilo minder, maar allee, ik vind dat we toch niet dik zijn, dus ja. Ja, toch wel. Vooral die extreme magere modellen. Dat heeft wel een vertekend beeld eigenlijk van de realiteit.